Heijs heeft vanavond de laatste officiële competitiewedstrijd met 4-2 gewonnen van het sterke Herentals. Naast me de Benjamin van het team. Hij is pas 16 jaar. Justin van Baarsen. En Justin, vertel jij eens hoe je dit seizoen, het is bijna ten einde, we gaan volgende week de Final Four en dan de play-offs. Hoe heb jij het seizoen ervaren of beleefd in dit team? Ja, ik vond het een leuk seizoen. Ook dat de jongens me meetrokken om beter te spelen en zo. Ja, ik ben zeker beter geworden, vooruit gegaan. Ja, een beetje vooruit gegaan in het spel. Harder gaan spelen, sneller gaan spelen, want je moet natuurlijk sneller handelen. Ja, ik vond het wel een leuk seizoen tot nu toe. Oké. Ik zeg vorige week zondag, je final moment. Beschrijf dat eens. Wat er allemaal gebeurde vorige week zondag in Tilburg. Ja, we hadden goed gespeeld. 8-0 gewonnen als ik het goed heb. Maar daar doel ik niet op. Wat gebeurde die wedstrijd? Oh ja, ik scoorde mijn eerste doelpunt in de Benelux. Vertel eens, van wie kreeg je de paas? Van Gibbs, Shodin. En toen? Scoorde ik. Lekker? Ja, ik vond het wel leuk. Ik verwachtte het in eerste instantie niet dat hij zat. Ja, ik was wel blij achteraf, ja. Hey, je speelt ook nog in de U17 of is het U18? Nee, maar voor het nationale team. U18, ja. U18. En er is zelfs nog een kans dat jullie naar het WK gaan? Ja. Dat is eind maart, als ik het goed heb. Ja, ik hoop dat ik daarvoor geselecteerd word. Waarom niet? Ja, het is natuurlijk, je moet altijd hard blijven werken. En als je niet hard werkt, dan kan je zomaar afvallen. Hey, ik hoorde dat je nog een tweelingbroer hebt. Doet hij ook aan sport? Ja, die speelt in Heerenveen bij het RTC. En die woont daar ook. Wie is er beter van jullie twee? Ja, weet ik niet. Ik speel aanvallen. Ik speel verdedigen en hij aanvallen. Ja, dus... Ja, dat weet ik niet. Echt niet. Nee, echt niet. Okido. Hey, dan nog wat. Ik zie vaak een hele trotse vrouw bovenstaan. Enig idee wie dat is? Ja, dat is mijn moeder. Die werkt achter de bar boven bij de VIP. En? Ja, die is zo trots als een pauw op jou, man. Ja, tuurlijk. Nadat we vorige week Koen van de Visio voor de camera hadden, want er zijn zoveel mensen die zeg maar, het team goed doen laten presteren, hebben we dit jaar, deze keer de duizendpoot Bas Dijkers voor de camera. Bas, kan je in het kort vertellen, want er zijn zoveel dingen die jullie doen, wat jullie allemaal bij het team doen? We doen teambegeleiding. Wat houdt dat in? Teambegeleiding, nou, verzorgen van de materialen voor de jongens. Doe ik samen met Michel, met Jan, met Jimmy. Verzorgen van materialen. Klaarzetten van de waterflessen. Als de jongens spullen nodig hebben, dan regelen we dat vaak. Van alles. Dat doe je alleen maar op de wedstrijddag? Nee, ook op de trainingen. We zijn ook trainen 3 keer in de week, dus daar zijn we ook op aanwezig. We zijn met meerdere, dus we roleren een beetje. De ene dag komt die en de andere dag komt die. Hey Bas, hoe ben jij hier in de Uithof gerold? Of hoe ben je met ijshockey in aanraking gekomen? Ja, ik zag volgens mij, samen met mijn vader, zagen we een keer een advertentie ergens. En toen zijn we een keer komen kijken en sindsdien elke wedstrijd geweest. We kunnen wel zeggen dat jullie een denkende ijshockeyfamilie zijn. Ik zie je vader wel eens op het ijs met pukspel. Ik zie je vriendin zeg maar achter de munten zitten. Maar hoe bevalt het? Dit is het je tweede jaar dat je dit doet of bij het team? Ja, het is inderdaad nu het tweede jaar bij het team dat ik dit doe. Het is echt heel leuk, gezellig met de jongens onder elkaar en de rest van het team. Geen lastige klanten ertussen? Nee, valt wel mee. Ja, kom op. Jij komt uit de beveiliging. Of ik heb jij bij de beveiliging gezien. Was dat een hobby van je of ben je daarvoor opgeleid? Nee, daar ben ik niet voor opgeleid. Dat was inderdaad een hobby. Dat deden we met een aantal jongens. Werden we gevraagd om dat te doen. En dat werden we op een gegeven moment steeds meer. En dat was ook inderdaad was heel leuk. Veel respect kreeg je van de mensen. Dus, Hey Bas.
bedankt jongen. En wij zijn trots op het team, maar we zijn ook trots op de mensen die het team goed doen laten presteren. Bedankt en ik hoop dat je nog lang bij het team mag blijven. Dat hoop ik ook, dankjewel. Naast me Fabian Schotel en de terechte man of the match. Fabian, ik hoef niet te gefeliciteerd trouwens, ten eerste ook met de overwinning. Normaal zeg ik, ligger is een actie uit. Wat was denk je mooiste actie van vandaag? Ik denk van een van de eerste perioden. Nou, dan vul je hem zelf in. Ik weet niet of dat de mooiste is. Die vind jij denk ik het mooist. Maar er zaten een paar belangrijke tussen. Waardoor we hun eigenlijk geen kans gaven. Om in de wedstrijd te komen? Ja. Hoe bereiden jullie naar zo'n wedstrijd als deze toe? Jullie zijn eerst al, weet je wel. Ik had het idee dat er iets minder druk op zat dan anders. Er is misschien wel minder druk, want je bent al eerste, maar je wilt wel dit team laten zien dat je ze kan pakken. Want vorige keer hebben we verloren daar. En nu hebben we laten zien dat we ze kunnen pakken. Dus ze weten hoe het zit nu. Ze weten hoe het zit. Ja. maar die gasten, ik moet zeggen, ze zeker de stickhandling van bepaalde lui, ik zit ervan te genieten. Van hun? Ook, ja. Ja, ze hebben een paar hele goede jongens en heel snel en houden het overzicht. Er zitten goede spelers tussen. Dan gaan we naar volgende week. Kijk je er naar uit? Of ja, eerst morgen natuurlijk uiteraard Zoetermeer nog. Daar zouden we die tekort doen, maar kijk je al uit naar de Final Four? Ja, tuurlijk. Vorig jaar zijn we er ook geweest. Finale gehaald. Is hem net niet geworden. En het is een nieuwe kans om een prijs te pakken. Dus daar kijken we zeker naar uit. Hey, dan iets wat mij wel eens bezighoudt. Hoe kan het zo zijn dat jullie hier tegen relatief mindere tegenstanders vrij veel moeite hebben? En je gaat daar naartoe en het lijkt of je er gemakkelijk overheen loopt. Over welke wedstrijd heb je het nu? Ik noem maar Tilburg thuis hier. Dat is een close call. Daaruit ram je ze erop. Ja. Nijmegen thuis met de hak over de sloot. Daar weet ik niet wat er daar gebeurde. Hoe verklaar je dat? Dat is een kwestie van mindset, denk ik. Ja? Ja. Nou, dan dat is duidelijk ook. Hey, ik ga je morgen succes wensen. Nog veel meer succes volgende week in Heerenveen. We zijn er in ieder geval en er zullen heel veel Hagenezen zijn. Ik hoop het. En ik hoop dat we met de grote cup naar huis te komen. Hey, en nogmaals gefeliciteerd met vandaag. Je was uitblinker. Je hoort het. De beste vanavond. De vliegende schotel. De vliegende schotel, ja, dank u wel. Zo zei Tornet met de uitreiking van de Man of the Match. Oh, dat heb ik niet mee. Ik hoorde alleen mijn nummer eigenlijk. Dus, Volgens mij zei hij eerst nummer 3. En toen maakte hij de 5 vast. Ja. De vliegende schotel. Ja, mooie bijnaam. Hey, het is je gegund, Geuset. Ja, dank u wel. Hey.